Yves Leterme moet een ernstig déjà vu gevoel hebben. Opnieuw trekt hij als premier naar het Koninklijk Paleis om zijn ontslag aan te bieden. Dit keer is het probleem BHV, Brussel-Halle-Vilvoorde. Een grotendeels Vlaams kiesdistrict waar de Franstaligen die er wonen mogen stemmen op Franstalige politici. Dat is oneerlijk, vinden de Vlamingen. De Vlaamse liberalen hadden er vannacht geen zin meer in om nog langer over een oplossing te praten. Die onderhandelde oplossing is niet gelukt. Gemaakte afspraken zijn niet nagekomen. En daarom zegt Open VLD het vertrouwen in deze regering op. De Franstaligen vinden het onverantwoord om nu de onderhandelingen te stoppen. Ze hadden graag nog even doorgepraat. Il y a tellement de problèmes. Les vraies questions sont des questions économiques, ce sont des questions d'emploi. Et venir avec un problème institutionnel et peut-être mettre le pays dans une crise qui serait une crise de régime, c'est réellement de l'irresponsabilité. Ook de partij van Leterme zelf is woedend. Wij hebben er alles aan gedaan om een overlegde oplossing mogelijk te maken. We stellen vast dat de liberalen aan de beide kanten van de taalgrens een overlegde oplossing onmogelijk maken. Zij storten dit land in een crisis. Met het vertrek van Leterme is het BHV-probleem dus niet verdwenen. Al ligt het debat erover nu even stil.